terug in je mechanische sector. Oh ja, was ik heel even vergeten. Waarom ook niet? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20 terug in een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we een paar nieuwe vijanden gevonden en zijn we toch met deze cave ingegaan. En hebben we technisch gezien het schuld afbetaald, maar ja, de schuld kunnen we alleen maar afbetalen op het moment dat we uit deze dungeon komen. En ook heel veel leuke reacties weer gehad in de comments. Dit is de eerste opname die ik eigenlijk doe na de GamePitcon. Mijn stem kan nog een beetje aan de schrale kant zijn. Dus bijvoorbeeld mijn excuses daarvoor. Ik probeer alleen even mijn paarse hier te pakken. Maar ik heb alleen mijn paarse, dankjewel. Dus ja, hadden we met witte paarse? Volgens mij wel, ik weet niet zeker. Ik zie daar ook vuur liggen, dus daar willen we wel op uitkijken. En natuurlijk hebben we hier weer die Armored Cannon Beetles. Ik ken de namen een beetje beter nu. Nee! Dat scheelde niks. Dat scheelde echt helemaal niks. Nou, zoals ik al zei, Armored Cannon Beetles, die kunnen nogal gevaarlijk zijn aangezien dat hun Boulders of Doom zijn dus ook echt daadwerkelijk Boulders of Doom. En daar willen we dus zeker op uitkijken. Maar goed, eventjes een beetje een kleine update terwijl ik hier door deze cave aan het rondhuppelen ben. Even over de Hardcore 2.5 serie. Ik krijg er nogal veel comments over. En het nadeel is, we hadden eigenlijk al bijna een datum gevonden. Maar het is moeilijk om met z'n allen op te nemen nogmaals. Dus ja, mocht er een beetje vertraging in zitten, dan kan ik alvast zeggen mijn excuses daarvoor. Maar ja, dan is het nadeel van multiplayer opnames. Je moet er allemaal wel, zeg maar, bij de opnames aanwezig kunnen zijn. Dus daar zijn we nog steeds eventjes een datum voor aan het prikken. Voor de rest, Pikmin 2, ik denk dat die eerder dan maart klaar is. Ik heb al een extra Let's Play klaar. Terraria, die zal nog gewoon door blijven lopen. Daar heb ik binnenkort nog opnames van, dus hartstikke gezellig. En ja, dat is eigenlijk een beetje de updates van het kanaal. Voor de nieuwe kijkers, mocht dit de eerste aflevering zijn die je aan het kijken bent, dan heb je hier flauw idee waar het over gaat. Dus dan raad ik aan om eerst even naar aflevering 1 te gaan. Het is een hele mooie afspeellijst, dus oh boy. Jij probeert vals te spelen, hè? Ik zag het wel. Oh, ben je stunt? Hij is stunt. Als hij daar nou Pikmin zou gooien, dan zou ik dus, ik weet niet hoeveel Pikmin kwijt zijn gegaan, omdat hij ze daar nog een boven had gegooid. Oh, er zit hier nog eentje. Oké, nou weet je wel, jij gooit heel eventjes hier een steen. En je mist ons. Dan kan ik even rustig gooien. Oh, je bent, ja, je bent ook verlamd. Ik hou ervan als die vijanden verlamd zijn. Oké, volgens mij heb ik ze nou allemaal. Toch? Hebben ze nou allemaal? Ik denk het. Ik ga er wel vanuit. We gaan gewoon het andere team pakken en we gaan gewoon eventjes de techno-zut eventjes oppakken. Ik mis 3 Pikmin. Oh, daar. Hi. Nee, neem jullie al even mee. Oké, dus hier hebben we de Springy Spring Spring. Wat eigenlijk een beetje lijkt op een shipart van de vorige game. Nog een paar meer. Oké, goed zo. En dan hadden we nog een schroef. Die heette jij volgens mij. Nee? We hebben hier nog iets. Oké, nou, de springspring die is terug. Je zult wel zien dat er nou heel veel technische dingen te vinden zijn. Dat is eigenlijk best wel komisch, dus Coil Launcher. Nou ja, als je daar iets mee de lucht in wil launchen, be my guest. Ik zie dat tot we extra witte Pikmin kunnen, maar ik heb rode bij me, toch? Ja. Kijk, daar kan ik ook even een paar witte van maken, dat is alleen maar gunstig. Waarom zijn jullie er omheen te dansen? Ik vraag niet om een dansje, ik vraag gewoon om die vuurdingen uit te schakelen. Kom op, zeg. Oké, nou eventjes hier weer even een paar rode tegenaan gooien. Hier een paar rode. Oh, we raken Pikmin kwijt. Wat gebeurt er? Oh, dat is vervelend. Misschien had ik eerst beter eventjes al die fire traps uit kunnen schakelen. Want dan weet ik dus niet hoeveel Pikmin dat we kwijt zijn. Ik weet dat we geen paarse kwijt zijn. Maar dan nog, Pikmin kwijtraken, dat is nooit leuk. Waar is dat schroefding? En jullie zijn door dat vuur geraakt, oké. Damn. Even kijken. Weet je wat? Doen jullie maar eventjes helpen. Rode zijn we in ieder geval niet kwijtgeraakt, dat is zeker, maar we zijn toch 5 Pikmin kwijtgeraakt, daar ben ik niet echt een grote fan van. Nou hoop ik, heb ik... Ik hoop dat ik nog
Ik hoop dat nog... Ja, dat zijn wel 5 rode. Oké. Okay, Waar is die schroef? Hi. Ja, dat ding, daar zaten we op te wachten. Ik ben roestig, jongens. Zo. Lijkt wel alsof ik een jaar niet meer heb op... Nee, die grap hebben we al gehad. Oké, dus we hebben weer een tandwiel. Omega Flywheel. Nou, als jij het zo wil noemen, Schip, dan be my guest with that. Waarom ook niet? Maar, damn. Oké, okay, nou hebben we in ieder geval die witte. Die schroef die moet hier ook ergens liggen. Dat kan niet anders. Hi. Zit hij dan misschien aan de andere kant? Hier zo, ergens. Oké, okay, wat zijn we kwijt? We zijn 2 witte kwijt, 2 blauwe en 1 gele. Ja, dat is eigenlijk best wel pijnlijk. Nou ja, we nemen even jou mee. Daar hebben we de team voor nodig. Dat is beter. Maar moet ik wel zeggen dat... controller. Jongen zeg. Dank je. Ik weet niet waarom, maar mijn nunchuk die heeft me al de laatste tijd een beetje issues. Ik weet niet wat er aan de hand is ermee, maar goed. In ieder geval, we hebben dus de schroef die ik nog aan het zoeken was. Super Strong Stabilizer. Ja, het is maar hoe je het wil noemen, als het een beetje maar een naam heeft. Oké, doen we het weer gewoon. Geen issues. Dan ben ik bang dat ik inderdaad of een nieuwe nunchuk moet gaan aanschaffen. En daar heb ik eigenlijk heel weinig zin in. Even kijken, waar zat hier nou die cave? Zat hij daar? Nee. Oh, die zit gewoon heel dichtbij onder ons. Oké, nou, gaan we daar gewoon naartoe. Het nadeel is wel, gele die zijn eigenlijk wel de pigment die we hier nodig gaan hebben. Dus nou, laten we helemaal gelijk ingaan. En hopelijk dat we niet nog meer pigment kwijtraken. Dus even kijken, hoeveel waren we nog kwijt? 1 gele, 2 blauwe en 2 witte, toch? Ja. Jammer dat je nou geen waarschuwing krijgt van, hey, let op, je pigment staat in de fik. Omdat, ja, die waarschuwing die hebben we al gehad, dus dat is nogal vervelend. Oh, oké, okay, weer zo'n platform. Sublevel 4. Waren we gewoon 7 minuten bezig bij die andere? Oh. Oké, okay, wat hebben we hier? We kunnen heel veel witte, maar... Oh. 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 Dit is eigenlijk heel erg gunstig. Hoeveel rode hebben wij op het moment? Blauw denk ik niet. Dat we... Kun je hier de hazards zien van deze dungeon? Nee, hè? Dit is eigenlijk een beetje een peace moment. Hier kun je dus zeg maar heel veel pigment transformeren. Het enige nadeel is, ik denk niet dat we echt meer witte pigment nodig hebben. Maar ik denk dat ik wel een paar blauwe en een paar rode zeg maar open ga zetten. Want ik weet dat er dus nog zo'n kamer zit, maar dan voor paarse pigment. Ja, ik doe even hier een paar blauwe in. Want ik weet dat we dus zeg maar heel erg veel gele Pikmin nodig gaan hebben bij de volgende baas. Wat nogal een nadeel is. Nou ja, niet echt een nadeel, maar ja, we moeten wel voorzichtig wezen met wat we natuurlijk gaan doen. Dus even kijken. Ja, gele Pikmin die wil ik echt niet aan opofferen. En die rode die wil ik allemaal transformeren in paarse Pikmin. Dus ja, ik denk dat ik die twee gewoon hier even gewoon negeer. Maar we komen deze dungeon dadelijk nog heel erg vaak in. De reden hiervoor is, je hebt ergens dadelijk heel erg veel paarse Pikmin voor nodig. En paarse Pikmin, daar hebben we er dus echt 100 van nodig. En de beste manier om het dus 100 te krijgen, is om deze cave een paar keer over te gaan doen. Totdat je dus zeg maar terechtkomt bij, bij de paarse blaadjes. Of de paarse bloemetjes. Dus mochten we dan een paar witte mee willen nemen, dan is dat natuurlijk heel erg mogelijk. Oké, nou hebben jullie even dus... even wachten, dan pakken we hier ook eventjes deze eieren mee. Misschien krijgen we nog een potion. Ik zie geen potion. Daar baal ik van. Nog een potion hier dan? Oh, dan had ik trouwens in de reacties gelezen. Iemand die vroeg van, ja, zou je die, dat trucje ook kunnen doen met de gele substantie? Nou, het nadeel is dus, de rode en de paarse, dat zijn potions. Die kunnen alleen kapiteinen nemen. En de gele, dat is nectar. Nectar die kan niet opgepakt worden door de kapiteinen. En kan alleen maar gebruikt worden door de Pikmin. Dus ja, ik denk dat ik het zo heel eventjes laat. We hebben heel veel witte, maar ja, we hebben toch... ik weet niet of blauw echt hier nodig was of niet. Dat ben ik een beetje vergeten. Dus daar zou ik mijn eigen aflevering terug voor moeten kijken. Maar ik heb geen flauw idee, eerlijk gezegd. Dus ik zou zeggen, ik weet. Dus we gaan gewoon verder. En als we hier een blauw nodig hebben, we komen sowieso nog even terug in deze cave. Om te farmen voor paars en witte. Wat ik dus zeg maar een beetje offscreen zou doen. Maar wel laten zien voor de mensen die meespelen. Want ik weet dat er heel erg veel mee aan het spelen zijn.
om daar een trucje bij te laten zien wat daar de beste manier is van dat te doen. Dus, goed. Deze is heel erg leuk. Deze is echt leuk. Dit is een soort van achtbaan voor kapiteinen. Wat je hier wil doen is, je ziet hier dweevils. En er vallen hier ook nog eens een keer bomrocks. En die dweevils die zullen zichzelf, zeg maar, bombarderen. Dus je wil hier gewoon rustig rondlopen. Bomrocks die vallen automatisch wel naar beneden. Alle bomrocks die je tegenkomt, die wil je heel eventjes disarmen. Zodat je hier dadelijk eventjes je squad van Pikmin mee kan nemen. De enigste vijand die je tegenkomt zijn dweevils. Wat had ik daar nou een... Ja, die kan zomaar uit de lucht vallen, hè. Ik vind het voordeel van dweevils. Die blazen zichzelf hier gewoon op. Dweevil, blaas jezelf op. Dus één kapitein, die wil je meenemen om dus alle bomrocks... Oh, hi. Zelfs dweevils komen hier uit de lucht vallen. De eerste keer toen ik dit level dacht, speelde, toen dacht ik bij mijn eigen... Oh, nee. En dat heb ik zo vaak overnieuw moeten doen. Auw. Maar nu dat ik weet dat je hier, ik weet niet hoeveel bomrocks hebt... Kun je gewoon je kapitein, zeg maar, hier eventjes rond laten lopen. En dan hoef je nergens geen zorgen meer over te maken over bomrocks. Tenminste, er zijn ook misschien wel een paar die kunnen vallen op het moment dat ik Pikmin rondhuppelen. Dus daar wil je wel een beetje voor uitkijken. Nou, daar zit het einde. Dan vraag ik me even af, zit hier ook nog een treasure? Doet het hier niet? Oké. Goed. Nou, dan nemen we gewoon eventjes een squad mee. Witte zijn hier natuurlijk weer het beste om mee te nemen. Aangezien dat witte het snelste zijn van het hele team. En ze zijn allemaal geflowerized, dus dat is alleen maar gunstig. En dan zou ik wel een paar witte ook open kunnen... Oh, kijk, hè. Dat bedoelde ik. Sommige die vallen alleen maar op het moment dat je Pikmin bij je hebt. Sneaky. Maar ja, het voordeel is, als je dus je witte met je meeneemt, dan zorg je de witte ervoor dat ze zo snel mogelijk naar jouw basis toe komen. En ja, die laten bomrocks gewoon liggen. Die dweevils daarentegen zijn wel extreem gevaarlijk, omdat die volgen dus, zeg maar, je Pikmin. Meekomen. Die was gemeen. Oké, nou kun jij wel veilig mee. Dweevils die lopen namelijk mee met je Pikmin, dus dat is eigenlijk een wandelende tijdbom. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Oké, we gaan even hier naartoe. Geen dweevil? Is het secret? Is het safe? Nog eentje dan? Oh, hier, hè. Oh. Ik vind daar wel zo'n gemeen trucje. Ah, jammer dat je die timer niet in één keer kan stoppen, hè. Daar baal je van, hè. Ja. Jammer voor je. Wij nemen dat ding mee. Oké, nou, zover ik weet hebben we nou wel veilig. Tenminste, dat hoop ik wel. Anders krijgen we hier in één keer een nummer decrease van niet om beginnen, hè. Oké, nou, die loopt veilig. Die andere loopt veilig. Ik denk dat het nou wel veilig is om gewoon hier even te staan te wachten. En ja, ik knip wel wanneer dat we de treasure zien. Dus ik ben terug in een seconde. Of de seconde is terug bij mij. Dat kan natuurlijk ook. Oké, we hebben dus zeg maar een heel mooi klokscherm. Mystical Disc. Grappig is van mijn moeder, die had er dus ook zo eentje met Chinese tekens. Chinees. Griekse tekens, sorry. Dit is Grieks, niet Chinees. Oh mijn nou, ik ben raar. Vind ik een mooie klok, weet niet waarom, maar het is best wel mooi. Oké, volgende treasure graag. En daar komt onze extra schroef. Waarschijnlijk zit er een schroefje los bij het knopje. Of ja, dit is geen schroef, dit is een bout. Vooruit dan. Adamantine, girl, weet ik veel. Daar gaan we nog vertellen dat het van Terraria bars zijn, weet ik veel. Goed, nou. We hebben hier alle treasures, we kunnen dus weer verder gaan. Best wel een leuke vloer, maar wees er wel heel erg voorzichtig bij met die bomdweevils die er dus zeg maar tussen zitten. Ik haat die beesten. Gewoon dat ze zo kunnen sneaken naar je. Maar goed, volgens mij komen we hier aan bij... Nog niet de final boss, dat kan trouwens nog niet, want we moeten nog langs de paarse plant komen. Ik zie heel erg veel poison, ik zie elektriciteit en ik zie hier al gelijk een treasure die we gelijk met ons mee kunnen nemen. Ik hou ervan als een treasure zo dicht bij onze basis spawnen. Dat kost bijna geen tijd. Oké, nou, nog een... juist. Repair Juggernaut. Nou ja, nee, dat is duct tape, sorry. Sorry, we houden het bij duct tape. Oké, nou, daar zou ik eventjes veilig mijn Pikmin neerzetten, want ik zie dat we dus heel erg veel... We hebben hier een wit team nodig en een geel team. Dus, jij neemt mooi eventjes de gele mee. Daar hebben we er nog 19 van, oké.
En dan hoop ik dat ik hier heel voorzichtig de... Oké. 28 witte. Ja, die zijn compleet. Goed. Nou moeten we dus heel erg voorzichtig gaan zijn. Omdat er is hier stroomhazards. En er zijn hier poison hazards. En het nadeel van de poison hazards, die zijn nogal dodelijk voor onze Pikmin. Voor onze gele Pikmin. En de stroom kan een instant death zijn voor onze witte Pikmin. We willen zeker heel erg voorzichtig zijn. Oké, nou we slaan even jou eventjes ondersteboven. Oké, daar zit een paarse dwiebel. Dan moeten we dus eigenlijk even met ons witte team naartoe. Gele team, daar willen we nou alleen maar even op focussen. Om dus zeg maar al die elektrische busbeetles. Ik hoop dat ik de namen allemaal goed zeg. Want ik doe mijn best om al die namen goed te zeggen. Nou jongens, oh. Ik heb een beetje huiswerk gedaan, laat ik het zo zeggen. Oké, nou, dit wordt heel erg dangerous. Dit wordt extremely dangerous. Nou, het voordeel is wel, op het moment dat er eentje dus zeg maar op zijn rug ligt, dan hoeven we ons geen zorgen te maken dat het dus zeg maar aangevallen wordt. Met stroom. Oh, nee. Ik zie jou daar. Oh, echt niet, hè? Heel voorzichtig. Oh boy. Ik weet niet waarom dat je daar een bom neergooit, maar boom. Je probeert een dweevil te killen. Oké, dit wordt heel erg lastig. Ben jij rood? Je bent een rode dweevil of niet? Ja, we gaan gewoon even wat Pikmin op die gooien. Oh, nee. Daar beginnen we niet aan. Oh, dit is vervelend. Wat? Ben ik nou toch nog een gele? Stond er een gele daar achter die hoek? Oh, man. Dit is zo vervelend. Hoe ga ik dit aanpakken? Oh, jongens, ik heb hier geen woorden voor. Hoe ga ik dit aanpakken? We hebben daar gele stroombijanden. We hebben twee van die bomgooiers. Hebben we daar nog poison? Zo te zien niet. Tenminste. Ja, we hebben een poison. Oké, we gaan heel eventjes ons team veranderen. Wit blijft heel eventjes hier staan. Oh, dan moet ik denken. Dan moet ik even strategisch denken. Want paars, die kunnen deze echt heel goed aan. Oké, we gaan er gewoon in. Waar zijn... Oh, ja. Wat doen jullie nou? Oké, goed zo. Braaf. Goed gedaan. Points for style. Oké, voorzichtig voor die bom. Oké, nou omdat die ene dus helemaal in zijn uppie is, hoeven we dus niet bang te zijn dat hij nog een stroomstoot af gaat vuren. En dat in verband met, hij is de enige die er nog aanwezig is. Nee. Kom terug. Oh, dit is gevaarlijk. Oh, dit is heel gevaarlijk. Terug. Allemaal terug. Oké, gooi hem. Hij heeft geen bom in zijn klauwen. Hij heeft een bom in zijn klauwen. Kill hem. Kill die bom er nou vanaf. Oh, nou heb ik ook het gele team bij me. Wil ik helemaal niet. Ik wil hem mijn paars houden. Kom hier. Oké, nou, ballonbeest. Ik weet niet wat jouw naam is. Het boeit me ook niet wat jouw naam is. Je bent irritant. Je bent heel erg vervelend. Nou ja, dat ding is in ieder geval ook opgeblazen. Ik vind het wel mooi hoe dat hun alle traps voor mij hebben opgeblazen. Dat ik me daar dus geen zorgen over hoef te maken. Hoezo leef jij nog? Oké, terug. Die bom gaat exploderen. Terug. Boom. Oké. Oké, gooi erop. Oké, we zijn safe. Oké, nou, gooi de Pikmin erop. Ah, wit dichtbij. Wegwezen hier. Wegwezen. Explosiegevaar. Oké. Jammer dat die bom niet naar af is gevallen. Oké, kom terug. Kom terug. Hoe zijn wij hier geen Pikmin kwijtgeraakt? Echt, daar sta ik nog steeds van te kijken. Oké. Ik denk dat ons paarse team het behoorlijk goed heeft gedaan. We gaan gewoon ons witte team heel eventjes pakken. En dan gaan we hier eventjes de treasures meenemen. Als het goed is zijn alle vijanden hier dood. Dus jullie kunnen dat veilig meenemen. En er lag hier nog één ding, toch? Lag hier nog één ding?
Het is hier gewoon één grote clusterfoep van vijanden. Was dat alles nog? Ik weet het niet. Vacuum processor. Hoezo, komt uit de stofzuiger? Komt uit Luigi's Mansion? Nee, er is hier nog één ding. Oké. Okay. Jongens, die zooi hoeven we niet mee te nemen, hè? Denk erom. Oké, dus ligt hier dus nog ergens een treasure? Verzoeken. Ligt hier? Oh ja, hier. Nou hoop ik niet dat hier een of andere vijand in één keer uit de lucht komt vallen, want ik ken dit spel. Oh, dus ligt daar nog een dweebel. Ah ja, dweebels die zijn niet zo erg. Voor dweebels hoeven we ons niet zoveel zorgen over te maken. Die kunnen we gewoon onder gaan staan en gewoon even een beetje Pikmin erop gooien. Oké. Nou willen we hem aanvallen. Heel voorzichtig hier, dat we dus zeg maar niet... Oh boy, dit is gevaarlijk. Oké, we hebben hem. Ik ben echt zo bang dat ik daar Pikmin in één keer over de lid heen ga gooien. Daarom was ik heel even stil en geconcentreerd. Mijn excuses. Oké, nou, dat is de laatste item die we volgens mij nodig hebben. Dus ik knip wel even naar voren en ik zie jullie in een seconde. Nou, dat was nog niet eens een seconde. Ik was vergeten hoe snel dat de witte Pikmin wel niet kunnen zijn. Een kookwekker. Of een eierkoker. Is in die trend. Space Wave Receiver. Volgens mij is het gewoon een wekkerkoker, maar of een eierkoker, weet ik veel. Oké, nou we hebben alle treasures hier. Ik denk dat we toch nog heel eventjes doorgaan naar de volgende level. We zitten op 21 minuten, maar ik denk dat we nog wel eentje aan kunnen, dus waarom ook niet? Oké, ik moest er heel eventjes wat langer in laaien dan normaal. Niet dat dat echt uitmaakt, maar volgens mij is dit ook weer die andere happy place. Waar we ons geen zorgen hoeven te maken over vijf. Nee, dat is deze nog absoluut. Nee. Oh! Nee! Nee, 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 nee. Paas, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Rennen. Nee, niet die bommen aanvallen. Niet die bommen aanvallen. Oh, jeez. Ik was vergeten dat dat eikels hier zit. Oh, ik haat die beesten. Oh, boy. Oké. Even deze bombox even aan de kant werpen. Je blijft stilstaan, hè. Jullie gaan niks doen, hè. Geen gekke dingen, hè. Oké, even deze weg. Dat beest! Is een van de gemeenste, ergste, hatelijkste, stomste stinkvijanden in het spel. Er is een makkelijkere manier om hem te verslaan hier op dit moment. Waar is hij? Waar is de enge beest? Ik hoor hem lopen. Die bomblocks willen we even aan de kant hebben. Ah, daar loopt hij al. Oké, wat je wil doen is je wil hem hier naartoe laten lopen. Hi. Je wil hem namelijk over zo'n ledge heen laten lopen. Jongen, ik stamp jou gewoon tegen je neus aan. Kom hier. Kom maar. Nee, niet op mij schieten. Gewoon naar me toe lopen. En die explosies die hij kan schieten, die zijn dodelijk. Oké, kom hier. Kom hier. Kom hier. Loop door. Het is een handig trucje. Ik wil het de kijkertjes laten zien om jouw soort weg te kunnen werken. Oh, want iedereen weet hoe gevaarlijk jij wel niet kan zijn. Ja, loop verder. Loop verder. Loop verder. Loop door. Hij heeft er echt geen zin in. Oké, nou weet je wat we dan doen? Weet je wat we dan doen? Er zitten hier bombrocks. Er zitten hier bombrocks. En die kunnen jou ook raken. Ja, wat doe je daar tegen? Helemaal niks. Oké, ik zou zeggen, loop even naar deze bombrock. Kom even hier. Kom dan. Boom. Ik kan hem ook wel naar jou toe duwen. Dat vind ik niet zo erg. Hier, kijk. Ik duw hem gewoon naar jou toe. Uh-oh. Leukste is, jij kan ze niet activeren. Haha, ik en lekker wel. Ik en lekker wel. Jij bent stom beest. Boom. Raak hem. Oké. Nou is het dus zeg maar heel erg belangrijk om zo snel mogelijk daar Pikmin naartoe te brengen en hem te laten absorberen door, het schip. Niet omdat hij veel poko's waard is, maar deze beesten kunnen regenereren. Dit zijn de enigste beesten, of een van de weinige beesten, die dus zeg maar kunnen regenereren op het moment dat ze verslagen zijn. Als zijn helft weer vol zit,
komen ze gewoon weer terug tot leven, alsof dat er niks gebeurd is. Oh, ik haat die beesten. Zoals je al ziet, hij is al bijna een kwart vol, zeg. Jeetje, dat gaat snel. Oké. Heel voorzichtig. Pak hem op. Oké, nou heel voorzichtig. Hopelijk gaat het niet de bomrocks activeren. Als het goed is, niet. Gewoon doorlopen. Niks aan het handje. Oké, hij is safe. Goed. Oh, wat heb ik een hekel aan die vijanden. Oké, nou dan pakken we even snel onze paarse team. Omdat we zien daar al weer zo'n vliegende ballon. Oh, je moet... Nee. Oh, verdorie. Heel richting hier. Goed. We hebben hier onze andere kapitein in geval van nood gevallen. Goed. Oké, hij heeft nog geen bom. Oké, gooi. Oh, hij heeft een bom. Hij gooit hem over de ledge! Oh, ik hou ervan als plannen goed samenkomen. Oh, daar ben ik echt blij om. Oké, eventjes hier even wat bombrocks even aan de kant gooien. Daar zit nog een treasure en ik geloof dat er nog zo'n stom beest zit. Oh, ik ben zo blij dat die beesten echt... Dat er niet in andere Pikmin games voorkomen, die beesten. Ik haat die beesten zo erg. Eventjes deze eieren even openen. Misschien zit er iets handigs in. Purple potion! Oh, komen er nog meer van die vijanden tegen dan? Daar ben ik heel blij om. Ik hou van purple potions. Zit hier nog iets? Ik zie de meter hier niet helemaal gek worden, dus... Oh, daar. Ja, hier. Oké, dan gaan we heel eventjes ons witte team nog heel eventjes erbij halen. En dan gaan we heel eventjes die treasure terughalen. Maar goed, ik heb nachtmerries van die vijand. Serieus, die vijand die is zo gemeen. Die kan zo snel je Pikmin zeg maar killen, daar word je gewoon niet vrolijk van. Oké, echt doet... No, 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 no. Geen bomrokdweevels. Dat is niet nodig op een vloer waar zo'n vijand zit. Echt serieus. Give me a break. Oké, dan geven we eventjes die witte eventjes daaraan. Oké. Dan gaan we heel eventjes die zalm of wat dat dan ook was eventjes ophalen. In ieder geval, we hebben weer duct tape gevonden. En ik weet het, er ligt er nog een bomrok lekker laten liggen. Niks aan het handje. Gewoon negeren, jap. Ik dacht dus echt dat er hier nog een tweede zou zitten. Eigenlijk op een vaste locatie, maar... Gelukkig vergis ik mij daarin. Oké, nou. Daar hebben we gelijk onze extra duct tape. Nou, eigenlijk volgens mij zit het meer behangtape of zo. Ik weet niet. Of van die elektriciteit. Het is van VOD. Furious Edison. Dat is de VOD. Ik kan echt niet spreken vandaag. Ik ben waarschijnlijk mijn eigen helemaal suf geschrokken van dat stomme beest. Oké, we hebben daar 20. We hebben er daar 20 voor nodig. Dan al dat zien, hè, dat je weer net twee Pikmin tekort komt. Ik wil eigenlijk die purple potions op gaan slurpen. Snuiven. Kom hier, jullie. Komen jullie al? Goed zo. Rustig aan. Eén voor één. Jij ook. Jij ook, witje. Oh, een aflevering van een half uur, zeg. En dan ook nog eens een keer een afsluiting met een van de gevaarlijkste beesten van Pikmin. Oké, nou laten we eens wel even kijken. Daar lag die witte, dus dan ligt die purple potion, die ligt daar. Mooi. Die blijft gewoon hier al even hier staan. Goed. Heel voorzichtig. Dus nogmaals, met gele is dat niet te doen. Omdat gele is nectar. En paars en rood, dat zijn de potions. Dus, dan weten jullie dat. Sorry dat ik dat niet goed heb uitgelegd. Goed. Twee purple potions. We hebben 8 purple potions op het moment. Dat is wel erg handig voor de baas die eraan zit te komen. En ondertussen komen de sardientjes onze kant op. Tenminste, hoop ik dat we een beetje op gaan schieten. Hoe heet dat? Bosch Cliff Sardines. Nou, het zijn sardientjes. Perfect container. Ja, ik heb rumors gehoord tot ik weet niet hoe lang dat sardientjes wel niet houdbaar zijn in die blikjes. Ik ben zelf geen sardientjes liefhebber. Nee, dank je. Maar, wil ik natuurlijk niet de mensen die er heel gek van zijn natuurlijk boos maken. Ik weet wel, hè. Is gewoon eigen mening. Maar goed. Met dat wil ik het eigenlijk laten we deze aflevering. Dus voordat ik de volgende dungeon in ga, doe ik het hier eventjes aflaten. We hebben veel paniek gehad. Ik hoop dat mijn stem niet een beetje aan te schore kant was.
Terraria die komt volgende week weer. Daar moet ik weer een nieuwe opnamesessie voor hebben. Dus bedankt voor jullie geduld daarvoor. En Hardcore 2.5, ja, het heeft eventjes een tijd nodig. Maar alvast bedankt voor jullie geduld. Ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering die morgen plaats zal vinden. Dus bedankt voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Doei!